Hallo Feyenoord Rotterdam fans. We hebben opwindend nieuws over onze geliefde club om met jullie te delen. Laten we beginnen met het te hebben over onze keeper Justin Bijlow. Controleer of je al geabonneerd bent op het kanaal. De directie van Feyenoord wil hem graag langer bij ons houden en heeft deze week een nieuw aanbod gekregen. Manchester United toonde aan het begin van de zomer interesse, maar kwam gelukkig niet met een concreet bod. Na het vertrek van David de Gea wisten ze André Onena veilig te stellen, dus ze zijn nog op zoek naar een keeper. Maar het goede nieuws is dat Feyenoord verwacht dat Bailo het seizoen 2023-2024 bij ons blijft. We hadden al plannen om zijn contract te verlengen toen er interesse kwam van United. Nu het aanbod vernieuwd is, zijn we ervan overtuigd dat het langer onder de lat zal blijven. Laten we het nu hebben over Ayase Ueda, een opwindende potentiële ondertekening. Ueda kijkt uit naar een overstap naar Feyenoord en Football International voegde dit exclusieve nieuws vanavond toe aan hun nieuwsuitzending. Hij maakte vorig seizoen indruk met 22 doelpunten in de Belgische competitie en verkiest het aanbod van Feyenoord boven interesse van Sevilla FC en Sporting Clube de Portugal. Het lijkt erop dat we dicht bij een akkoord zijn met Zerkelbrugge Brugge over een transfersom die kan oplopen tot 10 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage. Hij wordt gezien als de vervanger van Danilo die naar Rangers FC vertrok. En op de lange termijn ziet Feyenoord hem als de ideale vervanger van Santiago Giménez. Deze eventuele komst van Ueda zou ook commercieel interessant kunnen zijn voor de club, net als 20 jaar geleden met de transfer van Shinji Ono. We kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft met deze getalenteerde speler. Laten we het nu hebben over een andere mogelijke ondertekening, Gustav Isaksen. Feyenoord is vastbesloten om hem naar de club te halen en heeft achter de schermen een miljoenenvoorstel voorbereid, dat vandaag aan FC Midtjylland zal worden gepresenteerd. Isaksen werd overwogen als alternatief voor Milan maar met de komst van Samuel Chukwueze bij de Italiaanse club zijn onze kansen vergroot. We weten dat Lazio ook geïnteresseerd is, maar we denken dat we een meer betaalbare prijs kunnen krijgen van Mitchelland, gezien de uitstekende prestaties van Feyenoord als eredivisiekampioen. De technische staf is overtuigd van de kwaliteiten van Isakse en ook onze coach Arne Slot sprak als een bewondering uit voor het talent van de 22-jarige Deen. Nou, Feyenoord-fans, dat is het opwindende nieuws dat we vandaag met jullie moeten delen. Blijf ons team steunen, want we werken er hard aan om onze selectie te versterken en volgend seizoen nog meer succes te behalen. Laten we samen naar meer overwinningen en glorie gaan. Blijf op de hoogte voor meer updates. Naar de volgende.